President Chandrika Prasad Santokhi zegt dat de regering sinds de ingang van de belasting over toegevoegde waarde op 1 januari van dit jaar meer inkomsten heeft genoteerd. Hij maakte deze statement vandaag tijdens een persconferentie op het kabinet van de president. Santokhi stelt dat hij moet weten als Suriname de projecties die de regering heeft gemaakt daadwerkelijk zal halen. Het was geen makkelijke meeting gisteren met de financiële deskundige. Ik kijk naar die parameters die ik moet halen in verband met het IMF-akkoord wat ik wens te bereiken in maart en februari een staff level. En ik kijk naar die begroting en ik kijk naar wat de projecties zijn van inkomsten, de fiscale inkomsten van zowel belasting als inclusief douane. En ik wil weten namelijk, zitten we nog op het traject om die projecties te halen? Dat wil ik weten, dat is mijn doel als regering. Als we dat niet halen, dan heb ik een serieus probleem. Het staatshoofd zegt dat hij gisteren statistieken heeft gezien van de Belastingdienst. Hierbij is aangetoond dat het land op een goed traject zit. Santokhi geeft aan dat het verder nog vastgesteld moet worden als de hoge koersen hebben gemaakt dat de staatsinkomsten nu hoger liggen sinds de inwerkingtreding van de BTW-wetgeving. Ik heb het over de informatie die ik gisteren gehad heb en het antwoord van de... In die tijdlijn van die projecties, om die target te halen, hier zitten we nu met 17 januari, president. Hier zie ik namelijk dat die inkomsten op BTW in vergelijking met omzetbelasting hoger liggen. Dus we zitten op een goed traject. Of er andere factoren zijn die het beïnvloeden, dat moeten we even kijken. Ik moet targets halen. Ik moet het resultaat halen. Voorzitter van Metaki, die IMF kijkt naar cijfers. Nou, laat ik nu een keertje naar die cijfers kijken. Om die targets allemaal te halen. Want daarna kijk ik met hem. President Santokhi merkt verder op dat hij niet eens is met de stelling dat de huidige kasreserve van 1 miljard is opgebouwd omdat het volk meer heeft moeten inleveren. Hij stelt dat er beleid gevoerd is geworden door de regering en samenwerkingen zijn aangegaan met het IMF om de economie te herstellen.